Ook onder horecaondernemers is er op dit moment veel verdriet. Kijk maar eens naar dit filmpje van de eigenaar van een Grand Café in Julianadorp. Brief aan het UWV. Met een leuk telefoonnummer erbij. Dat mijn aanvraag voor de NOW is afgewezen. Omdat ik geen totale maandomzetcijfers heb van de maand februari. En dat betekent dat ik niet aanspraak kan maken op de 90% loonkostenvergoeding uit de subsidie van de overheid. Dus dat betekent dat ik bij deze gewoon klaar ben met ondernemen. Personeel moet dan maar ontslagen worden, UWV aanvragen en ik weet het ook niet meer. Ja, Johan, ja. Dit is hartverscheurend, hè? Ja, hier kun je alleen maar kippenvel van krijgen. De eerste keer dat ik het filmpje zag, was er niet aan deze tafel, maar ik heb het ook gezien. En dan weet je dat deze meneer nu zich uitspreekt. Maar zo zijn er veel achter de voordeur die er dus ook zo bij zitten. Jij kent collega's in Breda die het net zo zwaar hebben. Zeker. En ik denk dat hoe langer dit duurt, hoe meer filmpjes we kunnen verwachten met deze strekking eigenlijk. Geldt voor jou nog niet? Jij hoeft niet te huilen? Kijk, als horecaman huil je als je zaak dicht is. Maar... Kijk, alles heeft een grens. En die grens ligt misschien bij mij net iets verder als bij iemand anders die net opgestart is of net na de carnaval zijn zaak. Jij doet het al een tijdje, hè, naar het Ginneken. Ja, dat wel. Dus ja. Dat scheelt. Maar dit zal straks. Dit wordt geen nieuws meer, zeg maar. Nee, dit is straks het nieuwe normaal bijna. Huilende horecaondernemers. Johan de Vos, behalve dat hij uitbater is van Boerke Verschuur in Breda, zit hij ook in het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda. Die organisatie hield een enquête onder de Bredaarse leden over wat er nou moet gebeuren na 28 april. En wat bleek, 80% kan niet uit de voeten met die 1,5 meter. Veel ondernemers zeggen, dan kan ik net zo goed dicht blijven. Dat is de teneur, een duidelijk signaal van deze week van de horeca in Breda. Was je daar verrast over eigenlijk? Nou ja, we zagen het al een beetje aankomen. Maar wij vonden ook van, joh, als je zo breed naar buiten gaat, dan moet je wel zorgen dat het breed gedragen is. En dan is een enquête eigenlijk de snelste en makkelijkste manier om erachter te komen hoe mensen daarnaar kijken. Ja, en als je dan zulke cijfers krijgt, die 80% is er één, maar ook gewoon als je kijkt dat 92% het overal niet ziet zitten. Maar leg eens uit voor jouw café, hè? Waarom zou het, je hebt een bruin café met een zaal daarachter, hè? Waarom zou het bij jou niet werken? Je hebt altijd een horecazaak, hè, die, laten we even het postje huur nemen. Dat is eigenlijk de grootste kostenpost naast personeel. Je huur is gebaseerd op een zaak die 100% kan draaien. Dus die vol staat, die een bepaalde omzet draait al jarenlang. En als je dan merkt dat die omzet in één keer nog maar 20% of 30% is van de 100% waar alles op gebaseerd is. En die niet aangepast gaat worden, net als de rest van de keten. Je premies, je personeel zou er misschien wat in kunnen schuiven, maar niet veel. Hoeveel mensen kun jij normaal in je café hebben? Ja, kijk, we zien een foto, daar past gewoon 200 man, 250 man kan er zeker in. Ja, en met 1,5 meter, wat blijft er dan over? Ja, dan ga je echt richting de 60 misschien. Ja, als je echt gelukt hebt. Ja, dat moet er sowieso uit. Hè? Ja, dat kan nog gelukkig in de grond, maar dat biljart gaat dan in de grond. Maar ik denk als je echt heel strikt met 1,5 meter gaat werken, ik denk dat je nog niet eens aan de 40 gaat komen. Maar wat dan? Hè? Want ik denk ook steeds, hè? Je ziet steeds meer dat plexiglas, ook bij tv's. Dan zit je wel naast elkaar, je doet dat plexiglas tussen. Dan zou je eigenlijk, als jij een tafel hebt van 1,5 meter... Ja. Dan zou jij wel daar, als je 50 centimeter per, maar dan zou je daar 3 mensen alleen. Je zult steeds moeten werken met plexiglas ertussen. Is dat een optie? Hebben jullie erover nagedacht? Zelf, plexiglas? Nou ja, kijk, je zit met verschillende. Dat schijnt te mogen, hè? Ja, je kunt met plexiglas, hè? Maar je zult met mondkapjes, handschoentjes. Er zit ook nog een aspect aan, en dat is misschien het laatste van het rijtje. Ja. Maar dat is wel eigenlijk de hoofdreden waarom mensen naar een café gaan, is voor de gezelligheid. Ja, natuurlijk. En die sloop je er helemaal uit. Ja. Dus je gezelligheidsfactor, en dat mag nooit de reden zijn voor de gezondheid, dat begrijp me niet verkeerd. Maar dat is wel de belangrijkste factor waarom mensen überhaupt naar een café gaan. En als die dan al niet meer komen, omdat ze als in een soort van telefooncel moeten gaan zitten met elkaar. Ja, want dat is het. Want dat ga je wel creëren. En iemand die komt aanlopen alsof ik op de verpleegafdeling loop, ja, dan vraag ik me af of dat dan nou heel ernstig is. Jij ziet gewoon niet voor je, hè? Nou ja, kijk, die 1,5 meter. Kijk, je hebt het praktische deel. En dan zul je, als je een grote zaak hebt, zul je misschien echt nog wel uit de voeten komen. In een restaurant misschien eerder dan in een bruin café, hè? Ja, dat sowieso. Hè. Ik denk dat in restaurants dat daar best nog wel wat oplossingen
te zijn. Alleen je hebt ook het financiële deel. En mochten mensen nou zeggen van ja, ik kan praktisch uit de voeten, hè, want dat zien we ook in Breda. Hè, er zijn ook nog zaken die zeggen, nou, ik kan best wel uit de voeten. Mm. Maar ja, die hebben een oppervlakte. Daar zeg je u tegen. Ja, dan zou je uit de voeten kunnen. Ja. Maar dan kom je wel erachter van ja, is het dan nog rendabel? Dus het praktische heb ik dan afgevinkt en dan kom ik op het financiële stuk. En als het financiële stuk blijkt dat gewoon niet haalbaar is, dan kom je eigenlijk maar tot één slotconclusie, is dat het totaal niet haalbaar is. Maar dan vink ik ook even iets af. Jullie zeggen, hier zijn we tegen. Ben je ook ergens voor? Kijk, we hebben inderdaad gezegd, wij zien de 1,5 meter even. Heb je een alternatief voor die 1,5 meter? Nou, ik denk dat die er meerdere zijn. Ik denk dat je, we hebben geroepen van, joh, je zou eens kunnen kijken, wat kunnen we doen aan de deur, temperatuur meten. Ja. We zijn eigenlijk begonnen met de 100-plus regel, noem maar even zo. Nou, daar konden best al wel wat mensen mee uit de voeten. Dat er niet meer dan 100 mannen in je kroeg komen. Ja, dus dat je gaat kijken van, nou, hoe kan ik het nou, hoe kan ik toch iets inleveren als horeca, maar hoe kan ik toch gezond blijven? Want dat is eigenlijk een beetje waar je naar zit te zoeken. Ja, en dan heb je ook gewoon het feit nog dat je zegt van oké, zijn er nou bepaalde risicogroepen in Nederland die je zou kunnen isoleren in plaats van een hele samenleving te isoleren? Dit is een gevaarlijk onderwerp, hè? Ja. Je brengt het ook met enige huiver, leg je dit op tafel. Ik snap dat heel veel mensen zeggen van, joh, moet ik dan, welke leeftijd dan? Want dan ga je zeggen dus van, ik ga dus mensen van een bepaalde leeftijd niet in de horeca toelaten. Bijvoorbeeld mensen van boven de 65. Je zou de pensioengrens aan kunnen nemen. De leeftijd ligt niet, die ligt niet zozeer aan ons. Ik vind dat daar hebben we het RIVM voor. Het is wel een suggestie van jullie. Het is een suggestie. Maar ik vind dat de leeftijd, zeg maar, om mensen op een bepaalde leeftijd eventueel uitsluiten van horecabezoek voor een bepaalde periode, vind ik net zo goed op het palet horen als dat wij veracht worden om straks mensen uit elkaar te gaan halen omdat ze zich niet aan die 1,5 meter houden op een terras. Dat is in hetzelfde straatje met allerlei mogelijkheden die we zouden moeten onderzoeken van, past dit? Maar het is toch verschrikkelijk als jij op een gegeven moment tegen iemand van 70 moet zeggen, ik ga jou geen kop koffie inschenken, je mag hier niet zijn. Dat is toch hartverscheurend. Ja, je hebt gezien wat voor café ik heb. Daar zit een hele grote doelgroep tussen die ik dan moet gaan zeggen van, joh, het zit er voorlopig even niet in. Maar je zou ook kunnen kijken van, joh, ik pak een bepaalde dag in de week waarop ik zeg van, joh, ik laat die mensen dan wel toe. En op die andere dag, dus je kunt best wel wat schuiven. Alleen waar het ons om gaat is dat er nu zo'n focus ligt op de 1,5 meter economie. Dat alles maar met een rolmaat te regelen is. Waarvan wij zeggen van, joh, luister, je zou veel breder moeten kijken. Ja, en leeftijd hoort daar ook bij. Wat vind je ervan, Marga, om leeftijd dan als criterium te nemen? Ik vind het heel moeilijk. Ik vind temperaturen, wat je dus ook ziet in China, ik bedoel, het is zo gebeurd, dat zou ook iets kunnen zijn. Kijk, en als je iemand binnenlaat, ook al is die 70 en die heeft sowieso al geen temperatuursverhoging, dan kan dat al bijna geen corona zijn, denk ik dan, of een besmetting. Maar ik vind dat een heel moeilijk onderwerp. Wat ik wel vind, dat is natuurlijk, wij doen dit met z'n allen en wij komen in die hele economische recessie terecht. Gewoon een drama voor iedereen en alles. En met name voor ondernemers en bedrijven. Dat is natuurlijk dat het wel gaat om een groep ouderen en zwakkeren, waarvan wij ook zien en ook de cijfers bekend zijn, dat de mensen zijn die het meest besmet raken, maar met hele nare gevolgen. Kijk, er wordt gezegd ook jongeren, maar als je kijkt zijn het, ik geloof, in Nederland ongeveer 100 mensen onder de 50. Hè? Mm. Dus het gaat om die groepering. Kijk, en wat jij zegt, in zijn algemeenheid bedoel ik dat. Misschien moet je heel langzaam, moeten de grenzen weer wat open, maar ook de lockdown op een intelligente manier. Maar dat je echt toch de ouderen en die zwakkeren extra blijft beschermen. Ja. Kijk, in Zweden gebeurt het momenteel wel. Hè? Daar is alles weer open, maar niet meer dan 50 mensen. En wel allemaal ook, als het kan, plexiglas. Het mooie is wel, Johan, iedereen blijft in Nederland waarschijnlijk met de vakantie. Ja, dat wel. Allemaal komen ze bij jou. Ja, spenderen zeker, bij ja, jullie, dat toch? Zeker. Ja, als ze allemaal tekenen bij het kruisje, dan zijn we er blij mee. Maar het is natuurlijk het is sowieso een hele moeilijke discussie. Ja. Ja. Alleen kom je wel op een punt, en dat is eigenlijk het grootste punt wat we willen maken, dat we dit gewoon niet meer kunnen betalen. We houden dit gewoon als horeca, dit gewoon niet langer vol. Zit je voor de tv aanstaande dinsdag? Ja, zeker. 7 uur, hè, persconferentie. Ja. Horen we meer over hoe het verder gaat na 28 april. Ja, natuurlijk. Ja, dat is een spannende dag voor ons allemaal.